Je ziet dat in Amsterdam, de woningbouw, dat daar krap is op de woningmarkt en mensen ook nieuwe gebieden. En derhalve komt men ook in Zaanstad uit als een volgend gebied. Ja, dit is een gebied, jij noemt ook een beetje het overloopgebied van Amsterdam. Hè. Er is een enorme behoefte aan woningen in deze regio. Hier op deze plek is de ruimte. Ik ben in Zaanstad voor de lancering van de transformatiefaciliteit. Wij hebben 38 miljoen beschikbaar gesteld. Ontwikkelaars en gemeenten kunnen daar aankloppen als ze mooie projecten willen realiseren, transformeren. Het mooie is ook dat BNG heeft gezegd dat zij instappen en dat zij het bedrag gaan verdubbelen. Dus het is eigenlijk wat een duwtje in de rug heeft om ontwikkelingen mogelijk te maken die je anders misschien niet zou kunnen. Het is een heel bijzonder gebied omdat het divers is qua bedrijvigheid. Het is eigenlijk een heel groot bedrijventerrein met enorm veel potentie. Het ligt natuurlijk op een steenworp afstand van Amsterdam. Maar voor ons is ook duidelijk dat we bedrijven hebben, ondernemers hebben die daarmee te maken krijgen. En dat voor diegene soms een uitkomst is, maar soms ook niet. Je moet zorgen dat je een oplossing vindt voor de bedrijven die hier wel actief zijn. Maar qua aantallen is het echt heel interessant als je hier woningen kunt realiseren. En de behoefte is natuurlijk enorm.